Maximal Verstappen moet geduldig zijn, beseffen dat hij bij een gepokt en gemazeld topteam zit en zorgen dat hij veel leert van de ervaren mensen bij Red Bull Racing. Dat adviseert drievoudig wereldkampioen Jekies Tjewaard. Autosportverslaggever Louis Dekker sprak in Italië met 78-jarige Formule 1-legende. Maximal Verstappen is nog maar 19, maar wel bezig aan zijn derde Formule 1-seizoen. Hoe waardeert u zijn prestaties? Het niveau van Maximal zit in de buurt van Lewis Hamilton. Sebastian Vettel en Fernando Alonso. Nederland moet heel trots zijn. Er zijn maar 20 Formule 1 coureurs. Van die 20 zijn er doorgaans een stuk of 6 echt heel erg goed. Van die 6 zijn er maar 3 uitzonderlijk en doorgaans is er maar 1 geniaal. Maximaal kan dat worden. Het is een moeilijk seizoen voor Verstappen. Zijn auto is niet competitief en niet betrouwbaar. Hoe vindt u dat hij omgaat met tegenslagen? Af en toe is hij iets te ongeduldig. Maar in grote lijnen doet hij het prima. Ik ben ontzettend enthousiast. Maximaal is een aanstaand wereldkampioen. Hij heeft alle ingrediënten in overvloed. We hebben in de Formule 1 lang op zondere revelatie moeten wachten. Zijn doorbraak doet denken aan de entree van Sebastian Vettel. De eerste Formule 1-zegen van Vettel in 2008. Hier in Monza zette de sport op zijn kop. Een jonge knul die won in de stromende regen met een auto waar dat eigenlijk niet mee kon. Net zo sensationeel als de zegen van Maximaal in Spanje. Serjakis J. Waard, 78. Is een icoon van de koningsklasse van de autosport. De vliegende schot werd wereldkampioen Formule 1 in 1969, 1971 en 1973. Eind vorige week runde hij zijn eigen Formule 1-team Stjewaard Grand Prix, waar hij even samenwerkte met JOS Verstappen. Stjewaard verkocht zijn team aan Jaguar, dat het later doorverkocht aan Red Bull. Het huidige team van Maximaal Verstappen is dus gebouwd op de remstal waar JOS enkele racescoureur was. Verstappen wil winnen maar lijkt weinig geduld te hebben, is dat een eigenschap waar hij aan moet werken? Die ongeduldigheid herken ik wel, het is jeugdige uitbundigheid, dat verdwijnt vanzelf. Het is een rijpingsproces, het hoort bij volwassen worden. Hij was nog een puppy toen hij debuteerde, en puppies plassen af en toe op het vloerkleed. Dat leren ze vanzelf af als je ze corrigeert. Ik bedoel, vergeet niet hoe jong hij is, hij maakt af en toe een fotje. Maar dat mag ook. En hij maakt er erg weinig. Maximaal en EOS Verstappen hadden na het échec in Spa-Francorchamps keiharde kritiek op motorleverancier Reinold. Ze willen geen excuses. Ze eisen oplossingen. Terecht. Ja, besef dat Red Bull Reisingen veel een top TM is. Maximaal heeft een zeer ervaren TM baas en werkt met een van de beste ontwerpers. Christian Horner en Adriano Rizzi zijn een geweldig goed team. Maximaal moet ook goed kijken naar zijn teamgenoot Daniel Ricciardo. Dat is echt een topcoureur. Daar kan Maximaal zich aan optrekken. Ricciardo kun je beschouwen als de teamleider, als Maximaal net zo goed presteert of hemzelf verslaat. Zegt dat veel? De mensen die er recht toe doen in de Formule 1 zien echt wel wat hij presteert. Ook als de renault Motor even roet in het eten gooit, verstappen verwacht dat hij dit seizoen geen race meer wint. Wat moet zijn doel zijn voor de resterende races? Hij moet blijven leren, niet denken dat hij er al is. Ik heb in de Formule 1 meer geleerd in mijn laatste jaar dan in mijn eerste jaar. Als volwassene kon ik veel beter al die informatie en indrukken verwerken dan toen ik jong was. Eerder dit jaar waren er geruchten over een transfer naar Ferrari. Nu zijn er in Duitse media weer hardnekkige geruchten dat hij in 2000. 2019 naar Mercedes gaat, wat is wijsheid, wachten, het is veel te vroeg om te denken aan 2019, je moet je als coureur focussen op de heden en de toekomst negeren, Maximaal heeft een contract dat hem volgend seizoen aan Red Bull bindt, dan is het niet handig om opzichtig te flirten met Mercedes of Ferrari, je moet nog een jaar met elkaar door, bovendien, wie zegt dat Mercedes in 2019 nog steeds het top is, vroeg of laat gaan ze verliezen, misschien is McClaren over twee jaar onverslaanbaar of bouwt Red Bull de beste auto. Dus je moet nu vooral niet op het verkeerde paard wedden.